Ja, in Take Me First zijn we op zoek naar de ideale man voor Farida. Oh, weet toch, het kan een inspiratie zijn. Dus ik speel vandaag Jan Kooijman, weet je, die heeft het volgens mij ook gepresenteerd. Ja. Lex, die zit naast je, die is jurylid. Dus die mag jou helpen met beoordelen. Hij is zeg maar een soort van die... Ja, ik vertrouw wel op zijn advies. Snap je? De expert in de liefde zit naast je. En dit is Take Me First. We hebben een aantal vragen voor je ook. Ja, die je gaat stellen aan de dames. Waar liggen die? Naast jou. Die kan de dames gaan stellen. Aan de heren, sorry. Oh, okay, ja. Kijk eens, die zijn voor jou. Het is dus de bedoeling dat jullie zo goed mogelijk antwoord geven op haar vraag. Okay. Natuurlijk wel je eigen manier. Jullie doen gezellig met z'n drie mee. De winnaar mag op daten met Farida. Ja, dat hebben we zojuist besloten. Kies mij. Oké, okay, en ik mag zelf weten aan wie ik welke vraag aan. Ja, iedereen gaat dus de vraag beantwoorden. Jullie allemaal gaan hem beantwoorden. Ja, je creëert eigenlijk meer een scenario en dan gaan zij vertellen hoe zij daarop moet reageren. Moet ik dan zeggen welk antwoord ik het leukst vind? Ja. Oké, nee. Beginnen we bij Johnny. Deze begint al echt van dat ik denk, what the fuck? Dus ik heb alleen de eerste drie woorden gelezen, maar die ga ik doen. Oké. Ik ben ongesteld. Oh! En jij staat in de supermarkt terwijl ik je bel en vraagt om spullen mee te nemen van mij om dit te overleven. Wat neem je mee? Wat neem je mee, Johnny? Sowieso een tampon. Pakketje tamponnetjes. Chocola. Chocola is natuurlijk heel belangrijk voor de vrouwen. Wat formaat neem je mee dan van die tampons? Oh, Lex is ervaring. Wauw, je gaat me niet disrespecten, hè? Nee, hij mag zeggen wat, jij mag zeggen wat je wil. Yeah. Want ik weet dat Johnny me niet gaat disrespecten. Okay. Oh. Kijk, welke maat. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet niet welke maat ze nodig heeft. Kijk, okay, nice. Als je weet toch, als je of als, dacht je als, dat als, het als deel van pleasurement of zo. Nee. Maar goed, jij neemt dus tampon, chocola. En dan op aanvraag nog wat drinken. Of misschien. Ze is wel model, hè? Ja, nou, en dan mag ze toch zelf ook wat drinken. Ze is toch ongesteld. Je zegt chocola ongezond, toch? Ja, maar niks uit. Oké. Chocola hoor, zeker. Ja, oké. Peter. Niet nadoen, hè? Nou, kijk, maar in principe, eigenlijk hetzelfde, maar... in plaats van de tampon zou ik eerder voor een innig kruisje gaan, zeg maar. Want ik toch denk, als je ongesteld bent en je bent gewoon chill, maar thuis, weet je eigenlijk zeg maar... Het is niet goed om helemaal daar vast te hebben staan zitten, weet je. Dat heeft met de gezondheid weer te maken. Precies, Oké. Ja, dat is eigenlijk, dat is simpel. En nu komt het. Nu komt het feest. Het is gewoon heel simpel. Ik zou voor jou, je weet toch al van die ijsjes waar 50 van in een zak zit. Dat is niet zo duur, 80 cent. En dan kan je dat in de koelkast doen, dan kan je daar sappelen. Die zou ik halen. En misschien een extra, of een grote tampon. Want dan zit je altijd goed. Nee, dat is niet precies hoe het werkt. Oh. Lexus, op welke zeg maar zou je het meeste in thuis vinden? Welke stel je me die vraag gewoon echt, bro? Ja, bro, jij moet haar helpen. Ik denk eerder die Playboy hier. Ja, zo, Johnny? Ja. Oké. En jij, Farida? Ja, hij gaf wel het meest fatsoenlijke antwoord. Oké. Nou, een puntje voor Johnny dan? Nou, die houdt die eigen tampon wel zelf. Ja. Heb je ook wel nodig. Maar nu vind ik het eerlijk als het wel de andere kant op gaat. Want anders lijkt het, zeg maar, dan... Dan beginnen we de volgende keer. Heb ik het als eerst gezegd en dan is het natuurlijk niet... Wat ben je eerlijke boy, man? Ja, toch eerlijk, hè? De tweede vraag. Wat ben ik blij dat ik ik mag kiezen aan wie ik die... hoezo, kan je niet goed lezen? Nee, ik ben niet naar school geweest. Maar ik wil eigenlijk ook een vraag aan hem stellen. Nee, dat mag niet. Hij is jury eigenlijk, hij is expert. Hij heeft al vrouwen, kinderen, laat hem met rust. Oh, maar ik mag hem wel aan jou stellen. Oké, ik stel hem aan jou. Nee, ik ben quizmaster. Ik stuur alles. Oké, kom met die vraag in. Begin bij Vera. Ik begin bij jou. Ja. We hebben beide een lange dag gehad. Nice. With sex? We komen thuis en we zijn zo moe, zo moe. En ik heb echt geen zin om te koken. Jij eigenlijk ook niet. Ja, wat doe je dan? Laat ik jou gewoon koken. Jij bent vrouw, toch? Ik zeg net dat ik geen zin heb om te koken. Maar mijn vader slaapt me als ik ga zelf gaan koken. Dat is meer vertrouwen. Ik heb geen zin om te koken en jij ook niet. Maar wat doe je dan? Ik ben de baas in huis. Wij koken allebei niet. Maar als het 5 uur is, dan je weet toch? Je weet je plek, toch? Hij heeft deze vraag zelf opgeschreven. Hey. Wat zou jij doen, Peter? Ja, kijk, wat ik zei, Lex geeft het beste antwoorden, man. Dus dat is gewoon moeilijk. Maar kijk, als we allebei geen zin hebben om te koken... Gewoon shit, gewoon bezorgen. Gewoon shit bezorgen. Ja. Shit, lekker, dat is ongezond. Oké, dus als je beide niet wil koken... Zal helemaal niemand blijft over op de bank. Maar net voordat ik naar binnen kwam... Ik heb nog een antwoord gegeven. Johnny mag ook nog een antwoord geven. Maar ze hebben het niet geleerd. Laat Johnny. Ze hebben niet goed geluisterd. Wat zou jij doen, Johnny? Wat zou ik doen? Kijk, heel eerlijk, ik kook niet.
Dat wel. Maar ik zal wel eten bestellen. Maar ik zal het wel laten afhangen van Farida wat zij wil eten op dat moment. Dat is de vrouw. Sexy nigger. Een slijmbal. Maar ik kan, jongens, ik kan echt, jullie antwoord kan ik niet eens geloven. Is dat echt serieus? Waarom? Maar, want hij gaat bestellen voor je en hij doet niks. Ze snappen Nee, maar hij zegt gewoon, ik ga gewoon shit bestellen. Ja, maar niet letterlijk shit. Nee, maar dingen, durf ze maar. Kijk, ik zie het als, als je een vriendin bent, dan heb je gewoon een persoonlijke band. Dan kun je gewoon zeggen, oké, we gaan samen shit bestellen die we lekker vinden. Die lekkere dingen eten. Ja, dit is wel iets anders. We gaan iets bestellen wat we allebei lekker vinden. Dit is wel kritisch. Jij lijkt me wel moeilijk in een relatie. Voor een vrouw kan je dat echt niet gaan zeggen hoor. Okay. Maar dus jouw vriend kan niet persoonlijk tegen jou chillen? Zeg maar dingen zeggen en zo. Of moet hij echt heel politiek correct zijn altijd? Dus je zag je nu als mijn vriend en dat we dan... Zo te vraag gesteld. Ja. Nee, maar ja, als jij dan zou zeggen van ja, ik ga gewoon een beetje shit bestellen. Nee man, het is niet charmant. Ja. Ik hou wel van een beetje klasse man. Hey, ik heb wel een stropdas. Oké, Lex, wat vind jij Lex? Wie vind jij dat het beste heeft geantwoord? Ja, dan weer... Weer Johnny, hè? Nee, ja, jongens, man. Nee, man. Oké. Ik maak die banner niet meer voor je. Laten. We zijn op de première van de eerste film waar ik de hoofdrol in heb. Wat doe je als je door hebt dat ik iets te veel heb gedronken? Zorgen dat het zeg maar beperkt wordt. Het eigenlijk dat je gewoon dat je stopt. En dan gewoon even rustig wachten tot het gewoon een beetje chill is. En dan doe ik heel oppassen met jou. Je hebt zo geïntegreerd en lastig gedaan. Je gaat gewoon recht om me heen. Echt, ik vind het echt heel leuk wat je zegt. Nee, maar ja, dat gewoon. Dat is gewoon simpel. Gewoon afwachten. Dus je zou gewoon zorgen dat ik de glazen niet meer aanraak. Precies dat, ja. Oké. En Johnny, wat zou jij doen? Nee, eerst nog verder. Ja, ik wil hem eigenlijk bewaren als laatst. Is het schadelijk, zeg maar? Te veel gedronken is dat je gewoon dronken bent. Maar dat betekent toch niet dat er per se iets slechts aan de hand is. Ze zit wel op het randje van neervallen. Ja, dan zou ik kijken wat ze nodig heeft om weer goed te functioneren. En dat is volgens mij suikerwater. Daar word je weer wat scherper van. Dus ik zou kijken of ik er iets van... Ja, niet suikerwater, maar ik zou de cola geven als ze dat lekker vindt. Maar misschien iets anders, omdat je toch Model Life hebt. De muziek komt eronder, heb je dat door? Ja, het is een professioneel play, man. Weet je wat is? Ik zeg gewoon hetzelfde als wat iedereen zegt, alleen ik verwoord het mooi. Dus dat is zeg maar... Ik denk niet dat je dezelfde marketing is. Nee? Wat zou jij doen, Veras? Ten eerste, Vera, je bent echt mooi. Je hebt een mooie lach, mooie ogen. Gewoon goed uit. Ik moet zeggen, je komt echt heel smooth over. Thanks. Ja. Jij ook. Als je dronken was of bezopen of whatever, weet je. Ten eerste, ik heb gewoon respect voor alle vrouwen. En ja, je hebt alcohol in je lichaam. Dus ik zou gewoon mijn vinger in je keel doen, zodat het eruit gaat. En dan heb je gewoon een upper nodig. Dat is gewoon een beetje drugs, toch? En dan... Dan kun je er weer tegenaan. Ik weet zeker dat er genoeg chicks zijn die dat ook waarderen. Ja. Ik vind dat hij wel een punt verdient. Vinger in je keel stoppen, toch? Dan heb je... Er zijn ook jongens die zouden denken, nee, dat is vies. En hij denkt, wat zou jij doen, Lex? Bij mijn vrouwtje zou ik dat sowieso niet doen, man. Niet de vinger in de keel, dat zou ik... Deze manier gaan volgen met als het nodig is. Ja, en die drugs erachteraan. Ja, dat zeg je eerlijk, ik zou er niet achter staan. Maar ja, dat is jouw. Nee, oké, maar die vinger in de keel, dat is toch best goed. Ja. Ja, soms is dat nodig, als je echt heel dronken bent. Beter dan iets anders, jij toch? Oh my god, mag ik mijn punt terugnemen? Maar Lex, als jij gewoon gaat kijken naar je hebt verschillende antwoorden gehoord. Ja, het is overduidelijk, man, broer. Playboy. Playboy? Ja, man. Mr. Johnny 500. Nee, maar het belangrijkste is, wat vindt Farida zelf? Ja, ik had het al gezegd. Ja? Ik wil het een beetje eerlijk verdelen. Sorry, Peter, ik kon het niet aan jou geven. Maar dan een vinger in de keel als je echt te dronken bent. Zo van, hey, gooi het hem lekker uit, schatje. Dat vind ik ook best. Je mag over me heen kotsen, ik vind het wel geil. Dus je mag altijd doen, man. Ja, dat kan je Dus Johnny is de hond. Wacht maar. Wat zei ze? Grapje. Zeg maar. Nee. Kijk liever met Patricia Peiling. Ja, dat is... Hoezo? Dat was klas. Dat heb ik niet gezegd. Oké, dus de winnaar is Johnny. Nee, ik ben nog niet klaar. Ik heb nog een vraag. Nog eentje? Ja. Oké. Peter. Deze moet wel heel snel. Dit wordt hem. Oké, dit wordt hem. Mijn ex staat voor de deur van ons huis. Wat doe je? Staat voor ons huis? Ja, wat ga je doen? Je geeft hem koffie. Nou, snel. Ik zag hem gewoon met hem in gesprek willen gaan.
Oké, in gesprek gaan. Ik check eerst bij jou, zeg maar, waarom is hij er? Vind je chill? Wat is er aan de hand? Ja. Als je zegt van, ik wil gewoon niks met hem te maken hebben, dan ga ik buiten met hem praten, zorg dat hij gewoon normaal vertrekt zonder. Oh ja. Duidelijk, okay, volgende. Okay. Johnny, wat zou jij doen? Ja, hetzelfde. Ik zou checken hoe met jou, hoe jij hem vindt. Vind je hem nog aardig? Hebben jullie een goede band? Dan mag je zelfs binnenkomen, lekker koffietje drinken. Ik hoorde stiekem koffie net. Oké. Maar in het ergste geval, dan sla ik hem de straat af. Oké. Als het moet. Oh, als het moet. Firas, jij kort. Ik zou hem kussen op zijn mond, zodat jij jaloers op mij wordt. Pak deze fles, jij hebt gewonnen. Ja. Hey.